deze video hebt geklikt en daarmee op mijn YouTube kanaal terecht bent gekomen. Ik ben Monique en zoals je de titel hebt kunnen zien, heb ik voor vandaag een terstalshoplog. Je zult vast denken, wat een ander geluid, wat een ander beeld. Ik ben de batterij van mijn camera kwijt en God mag weten waar ik hem heb neergelegd. En waarschijnlijk is er een van de kinderen mee vandoor gegaan, dus dat is echt vet balen. Kom hem waarschijnlijk nog wel een keertje tegen, maar ik wilde gewoon heel graag deze video opnemen. Dus ik had zoiets, oké, dan skippen we de camera eventjes en dan pak ik gewoon mijn telefoon erbij. Dus de kwaliteit is misschien iets minder of misschien juist iets beter, ik weet het niet. Het geluid is misschien iets minder, maar ik hoop niet dat dat te erg storend is. Ik wil het wel alvast gezegd hebben. Hè? Wat ik dus al zei, ik heb echt een mega bestelling geplaatst bij Terstal. Op het moment dat ik deze bestelling plaatste, was er zo'n kortingsweekend. En ik kan je vertellen, dan vind ik het echt de moeite waard om even te gaan shoppen bij Terstal. Ik heb 2 tassen echt gigantisch gevuld met allemaal leuke dingen, al zeg ik het zelf. En wat ik ga doen, ik ga het aan jullie laten zien, ik ga het aantrekken. En ja, ik ga gewoon die beelden met jullie delen. Dus als je benieuwd bent wat ik heb geshopt bij Terstal, blijf dan vooral kijken. Vergeet niet om deze video vast een duimpje omhoog te geven. En te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we snel beginnen. Wat ik dus al zei, ik heb deze bestelling geplaatst tijdens zo'n kortingsweekend. Was er 30% korting op alles. Ik weet niet of dat nu nog geldig is als deze video online komt. Ik zag toevallig van de week ook weer een 20% korting deal. Maar het is altijd maar net eventjes de vraag. Ik zal alles linken in de beschrijving. Dus mocht er nog een keer zo'n korting zijn, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen. Ik heb dus 2 tassen en eentje kreeg ik echt een beetje gehavend binnen en dat is deze. En ik denk dat we daar ook meteen mee beginnen. Ik hoop wel dat alles erin zit wat ik heb besteld. Want volgens mij had ik 10 items als ik het goed zeg. Dus ik hoop stiekem dat ik het volledig binnen heb gekregen en dat niet de helft van de bestelling ergens achter is gebleven. De andere zak is nog helemaal dicht, dus ik heb dat ook nog niet opengemaakt per se voor deze video. We gaan gewoon beginnen met deze bestelling en nogmaals, heel veel kijkplezier. En ik zie meteen al iets heel leuks uit deze zak steken. Namelijk dit hele leuke teddygiletje. Kijk nou eventjes hoe schattig en hoe leuk is dit. En ook die kleur. Ja, ik vind het fantastisch. Het is natuurlijk vorig jaar was het ook helemaal al zo. De giletjes in teddystof, in bont, noem het maar op. Ik vond het toen een beetje twijfelachtig. Want ik had altijd een beetje het idee dat ik daar voller in leek dan dat ik eigenlijk was. Is ook zo. Het is natuurlijk best wel dik. En een gilet is nou natuurlijk ook niet bepaald heel mooi om je lichaam. Je hebt ook natuurlijk wel hele mooie die wel heel mooi uitgesneden zijn. Maar net als deze zijn eigenlijk gewoon heel lom. En aan de andere kant had ik zoiets, weet je, boeiend. Ik mag met een maatje meer ook gewoon mezelf leuk kleden. En als dat is door middel van een teddygiletje, dan is dat maar zo. Ik heb deze in een maatje LXL. Hij ging van SM en daarna naar LXL. En volgens mij hadden ze deze ook nog in een andere kleur. Maar toen ik deze bestelling plaatste, was alleen deze kleur nog beschikbaar. En ja, ik ben er blij mee. Hij was €29,99. Wat ik al zei, ik heb er dus korting voor betaald. Ik zal gewoon de originele prijsjes meegeven. Wat ik al zei, mocht er zo'n kortingsweekend zijn of een andere aanbieding, dan komt het een beetje raar over als ik dan hier vertel. Ik heb er zoveel voor betaald. Op de site staat zoveel en de korting is zoveel. Heel leuk gilet, leuk kapmouwtje. Ik ga hem snel eventjes aantrekken. In combinatie met zo'n coated broek of met zo'n nepleren legging, denk ik dat dit wel heel erg leuk gaat zijn. Dus ja, die vind ik in ieder geval al tof. Dit is dat teddy giletje. En het is niet de manier hoe ik het zou combineren. Ja, waarschijnlijk wel met zo'n legging. Maar ik heb nou gewoon alleen een hemdje aan. Maar ik dacht, het is misschien wel even het makkelijkste om te laten zien hoe dat die zit. En hij zit gewoon qua maat goed. Ik vind het ook heel erg leuk. Ik vind ook echt die statement mouwen of schouders heel erg tof. Ik gaf het ook al aan met zo'n giletje. Dat is natuurlijk super vormloos. En zo'n stofje is natuurlijk best wel dik. Dus je oogt er wel een stukje breder door dan dat je bent. Ja, wat ik al zei, als je dit gewoon op de juiste manier combineert, kun je echt prima mee voor de dag komen. Dus ik vind hem heel erg leuk. Ik vind de kleur ook heel erg tof. Ja, goed begin van deze shoplog in ieder geval. En het volgende wat ik uit deze zak haal is een vestje. Mocht je me langere tijd volgen, dan weet je het ondertussen. Anders bij deze zeg ik het nog eventjes. Ik ben allergisch voor wol, dus alle gehaakte producten, alle gebreide producten die ik in mijn video's laat zien, zijn wolvrij. Een tijdje geleden heb ik wel een video opgenomen en toen had ik een beetje misgekeken. Er zat wel in één item wol, maar de meeste items die ik bestel, wolgerelateerd, bevatten dus geen wol of gehaakt gerelateerd. En zo ook dit vestje. Dit is in ieder geval 100% acryl. Ja, hij is misschien een beetje lomp om zo te laten zien.
Maar het is eigenlijk gewoon zo'n overgooivestje. En hoe handig is dat? Als je het gewoon wat kouder hebt en je weet eigenlijk niet zo heel goed wat je dan moet aantrekken, dan gooi je gewoon zo'n vestje eroverheen en dan is je outfit eigenlijk 9 van de 10 keer gewoon goed. Ik vind dat de grove gebreide gewoon heel erg tof. Ik vond de mouw ook heel erg leuk. Zoals je kan zien is dat aan de bovenzijde wat smaller en dan komt er best wel zo'n ballon aan de onderzijde. Het is een wat korter modelletje, of ja, hij valt denk ik, als ik dit zo zie, gewoon op de broekrand. En verder zit er niet heel veel bijzonders aan dan dat je hem gewoon over je kleding heen gooit. Er geen knopen aan, geen haakjes, helemaal niks. Deze heb ik ook in een maatje LXL, was wederom net als met het teddy giletje in een SM en in een LXL beschikbaar. Kleuren weet ik niet zo goed. Ik dacht volgens mij nog in een groenige tint, maar ik vond dit wel een makkelijke kleur om te combineren. En ook deze was maar €29,99. En hij is ook best wel zwaar, dus dat vind ik best wel een goede deal. Wat wilde ik er nog verder over zeggen? Eigenlijk niet zo heel veel. Gaan we gewoon even aantrekken. En ook dit vestje vind ik gewoon eigenlijk wel heel erg leuk. Ondanks dat hij best wel grof gebreid is en je eigenlijk ook wel wat breder erdoor wordt, kun je dit wel weer gewoon heel leuk stylen. Als je dat gewoon op de juiste manier doet. Maar dit is eigenlijk zo'n prima vestje. Als je gewoon even je outfit wat meer wil geven. Of als het wat kouder wordt of over een jurkje. Eigenlijk gewoon een prima vestje. Ik vind hem heel erg tof. Niet verwacht dat ik hem zo leuk zou vinden. Ik hou wel van dat grof gebreide en dat het gewoon lekker zo nonchalant valt. Ik vind die mouw ook heel gaaf, kijk. Heel leuk. Zit ook wel echt heel erg lekker. Ik vind het ook eigenlijk wel heel leuk staan hoe ik het nu aan heb. Misschien niet hoe ik het in gedachten had. Maar op zich, als je zo'n dagje hebt dat je lekker thuis werkt, je trekt lekker zo'n pakje aan. Dit eroverheen. Klaar. Leuke ketting erbij als je de deur uitgaat. Of leuke sjaal. Ik weet niet of dat nog mag, sjaaltjes. Of dat een beetje oudbollig is. Maar leuk vestje. En dan is die tas in ieder geval leeg. Dus ik hoop dat dan de rest van de items gewoon in deze zak zit. Hij zit in ieder geval goed gevuld. En ik hoop ook echt dat deze bestelling gewoon me beter gaat bevallen dan de andere bestelling die ik bij Tessal had geplaatst de vorige keer. Het is een beetje een, ja, er zaten leuke dingen bij, maar het was het gewoon net niet qua fit en qua maat. Dus ik hoop dat deze bestelling gewoon wat beter gaat zijn. En mocht je wat gekraak horen, mijn katten zijn fan van plastic zakken. Dus hier gaat er al eentje op de ene zak liggen, de andere zit al te loeren op de andere zak. Dus mocht er wat gekraak zijn in de video, dan weet je waaraan en waaraf. Even kijken, ik haal dit uit. Ik zet de zak even aan de kant. Oh ja, deze vind ik ook heel erg leuk. En ik hoop ook stiekem dat die gaat passen. Even kijken, hoe zit dit? Oh, hij zit gewoon zo. Ik heb namelijk een heel leuk blouseje gekocht. Ik had een tijdje geleden bij de H&M ook een heel leuk blouseje besteld. Die komt denk ik na deze video online. Dat is in de maand shoplog. Of in de verzamelshoplog van de maand november. En ik weet niet, ik heb een beetje blouses weer herontdekt. Een tijdje geleden heb ik heel veel uit mijn kledingkast weggedaan. Omdat ik altijd dacht van, dat pas ik nog wel. Of dat doe ik nog wel een keertje aan. En het weer hielp me heel erg om weer nieuwe blouses te kopen. Omdat ik precies dacht, ik heb er nog genoeg in de kast liggen. Dus ik heb ze niet nodig. En toen ben ik die blouses gaan passen. En gewoon de helft vond ik gewoon niet leuk meer. Een deel paste niet eens meer. En toen had ik zoiets, ja, wie hou ik nou eigenlijk voor de gek? Ik vind een blouseje gewoon heel erg leuk. Ik heb nou een tijdje geleden ook een coated broek gekocht. En ik vind die combinatie gewoon super tof. Dus bij mezelf ook afgesproken, ik mag weer wat blouses bestellen als ik het maar gewoon een beetje in de beperken laat. En niet dat ik meteen all the way ga. En deze vind ik heel erg leuk. Ik vind het printje heel erg leuk. Ik vind de fit heel erg leuk. Hij is heel, ja, een beetje doorzichtig als het ware. Een beetje see-through zoals je het kan zien. Maar daar zou ik dan gewoon een topje onder doen. De mouwen of op de schouders zit een detail. Ik weet niet of dat de camera het een beetje oppakt, maar dat is wat dikker. Er zit hier zo'n leuk frosje. Ja, de mouwen eigenlijk niet heel erg bijzonder, maar er zit hier een elastiekje en dan loopt hij weer wat wijder uit. Er zit een strikje aan de voorzijde, die kun je opendragen, die kun je dichtdragen. Hij is €29,99 en ik heb hem in een maatje XXL. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat die gaat passen, maar ik vind hem zo op het eerste oog wel heel erg leuk. En ook heel leuk te combineren met het vest wat ik zojuist heb laten zien. We gaan hem ook even aantrekken. Het idee van dit blouseje vind ik helemaal top. Maar jullie zien het al. Ik kan op zich dit bovenste knopje wel dicht doen. Maar die staat gewoon op spanning. Dus hij is gewoon net voor mij iets te klein. En ik vind hem ook redelijk strak om mijn pols te zitten. Dat ik echt denk van oeh,
Dat had ook wel iets losser gemogen. Verder vind ik het een heel mooi blouseje. Ik vind het printje heel erg mooi. Ik vind het idee heel erg leuk. Ja, hij valt gewoon wel op de broekrand. Dus het is ook niet een wat langer blouseje waar ik eigenlijk wel een beetje naar op zoek was. Ik vind die details op de schouders leuk. Ik vind ook de details hier aan de voorzijde heel erg mooi. Maar voor mij helaas net te klein. Maar wel een echt een heel mooi blouseje. Zeker aan te raden. Volgende wat ik eruit pak is, even kijken, wat was dit precies? Dit is denk ik gewoon zo'n basic loose trui. Nou, dat vind ik eigenlijk altijd gewoon super chill. Wat ik al zei, ik heb zo'n coated broek en zo'n nepleren legging. En dan vind ik dit gewoon heel leuk in combinatie. Ik hou gewoon van dat knitted met dat ja, glanzende, laat ik het zo even zeggen. En dit is eigenlijk gewoon een prima trui. Hij is echt mega groot, maar daar hou ik wel van. Even kijken, ik heb deze in een XXL 34,99 en ja, wat ik al zei, hier zit dus geen wol in. Ik vind hem leuk, hij heeft een klein kraagje aan de bovenzijde. Voor de rest is hij eigenlijk gewoon heel eenvoudig. Wat wijdere mouwen, hij is aan de onderkant gewoon wat wijder. Ja, eigenlijk gewoon een heel plain basic truitje, maar ik denk dat je daar wel heel veel kanten mee op kan. Ik heb bijvoorbeeld ook zo'n leren gilet. Ik denk dat dat ook wel heel leuk is om hier overheen te dragen. Dus ja, benieuwd naar of dat dit... Is wat ik in mijn hoofd had. Dit is de beige trui. Een beetje mixed feelings, want ik vind hem leuk. Ik vind ook die mouw echt heel tof. Ik had hem alleen een slag langer gewild, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik vind hem qua breedte wel gewoon leuk, maar ik had hem misschien net even iets langer gewild. Hij zit verder wel heel lekker. Lekker zacht ook. Verbaast me ook wel een beetje, omdat het aan de buitenkant niet extreem... zacht is. Ik heb zachtere truien, maar ik vind hem leuk. Ik weet niet of dat ik hem leuk genoeg vind. En dan heb ik nog een trui. En ja, ik wilde eigenlijk met mezelf afspreken. Oké, Mo, je moet echt even voorlopig stoppen met je dierenprintjes. Want in mijn shoplog van Shein ging ik weer helemaal los met de dierenprintjes. Maar toen zag ik deze trui. En die kwam al zo vaak voorbij op mijn tijdlijn dat ik echt zoiets had van, misschien is dit gewoon meant to be. En dit is een trui in een maatje XXL. Ook weer €34,99. Ja, dit vind ik ook gewoon fantastisch op zo'n coated broek of zo'n coated legging. Ik weet het jongens, maar ik hou gewoon van dierenprintjes. En deze hadden ze dus met dat beige en zwart, maar ook in dat roestbruin en in het zwart, maar niet meer in mijn maat. Vond ik ook een hele leuke kleurcombinatie. De mouwen hebben een beetje een poefje. En die zijn ook best wel groot en die worden dan aan de onderkant weer wat strakker. En voor de rest is het eigenlijk ook weer een hele basic trui. Wel lekker loose als ik het zo zie. En ik vind hem heel erg leuk. Ik denk ook echt dat dit gewoon in combinatie met zo'n coated broek gewoon fantastisch is. Een stoere boete onder of hier inderdaad zo'n neps leren giletje overheen. Ja, dit is eigenlijk gewoon een hele basic trui waar je gewoon heel veel kanten mee op kan. Ik sta ook echt super blij mee. Deze trui. Love it. Ja, jullie kennen me ondertussen langer dan vandaag. Of ja, zeker als je me langere tijd volgt. Ik hou van dierenprintjes. Ik had hem wel iets meer loose verwacht. Maar ook vooral omdat, zoals je kan zien, die mouwen vallen best wel breed. Want mijn schouders zitten hier. En hier zit de naad van de schouder. Dus je had voor mij wel iets meer die kant. Want er zit natuurlijk ook een poef in. En het lijkt nou of dat ik hele brede Popeye armen heb, terwijl ik dat eigenlijk helemaal voor mezelf niet heb. Ik vind het wel een leuk idee, ook zo dat die onderkant wat strakker is en dat dit echt lekker poefje is. Maar dit is iets te ruim, terwijl ik het dan hier liever iets losser had gehad. Maar verder hele fijne trui, heel erg zacht. Ik vind hem wel heel tof, dus ik twijfel nog wel een beetje, maar ik vind hem wel heel tof. Kijk, nou haal ik er wederom weer iets heel harigs uit. Ik vond echt dat ze leuke dingen hadden. En ja, ondanks dat er dan zo'n 30% korting was, waren er ook nog heel veel producten in mijn maat. Heel snel is bij Terstal altijd de grootste maat eruit. Maar het verbaasde me eigenlijk dat er nog best wel veel dingen waren in mijn maat. Of ja, in een maat groter ook nog. Want ik had ook sommige dingen in een XL. Omdat ik weet dat XL op mij past. En een XL of een XXL weer te groot is. Dit zat er namelijk ook in. Wederom gewoon een hele plain trui. Maar moet je eens even naar dit stofje kijken. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Dit is zo bizar zacht. Oh, dit is gewoon, ja, dan ga je heel de dag met jezelf knuffelen. Kan ik je nou wel zeggen. Hier zit een colletje aan. Vind ik ook hartstikke leuk. Voor de rest een hele makkelijke mouw. En ook weer zo'n hele makkelijke fit. Hij doet me een beetje denken aan die beige trui die ik net liet zien. Alleen is dit dan met een wat hoger colletje dan
die andere trui. En het stofje is dan iets anders. Maar ja, dat vind ik op zich ook weer niet zo heel erg. Kijken, ook een XXL 34,99. Ja, ook weer gewoon een prima basic trui die je eigenlijk overal op kan dragen als je het gewoon eventjes niet meer weet. En ik zie dat ik er helemaal statisch van word. Maar ja, ook heel erg leuk, ook heel erg benieuwd hoe die gaat staan. Als jullie konden voelen hoe zacht deze trui was. Och, jongens, dit is zo lekker. Ik vind hem ook echt heel erg leuk. En zeker ook omdat hij gewoon lekker weer loose valt. Maar ook weer, ik had hem misschien toch net even één slag langer gehad. Gewoon, ja, ik weet niet. Dan voor oversized ga, dan heb ik hem ook het liefste gewoon... Kijk, qua breedte prima, maar gewoon qua lengte had hij gewoon net even een slag langer mogen zijn. Ja, de mouwen zijn wel gewoon lang genoeg, zoals je kan zien. Verder zit de maat gewoon goed. Ik vind ook het colletje heel fijn, want hij zit niet zo heel strak om de nek heen. Dus dat vind ik ook wel chill. En hij is zo zacht. Hij is mooi diep zwart ook. Ja, ik vind dit echt wel tof. En zoals je kan zien, omdat hij dus zo zacht is, lijkt het net of er ook een glansje overheen zit. Dus dat geeft hem ook weer een hele luxe uitstraling. Ja, dit is wel echt zo'n trui die je aan hebt als het gewoon de hele dag met mezelf te knuffelen. Ik vind hem wel weer tof ook. Kijk, en dit is het item wat ik dus al bedoel. Dat heb ik dus al in een XL, dus dat hoef ik niet meer in een grotere maat te hebben. Ik heb een tijdje geleden, ik praat er eigenlijk altijd in deze video over, een nep leren legging. En die heb ik dus destijds gekocht bij Ter Stal. En een tijdje geleden begon ik gewoon te merken dat vooral tussen de benen, dat het gewoon dat laklaagje een beetje begint los te raken. En op zich vind ik dat thuis geen probleem. Maar als ik van huis ga of naar vriendinnen, dan vind ik het een beetje ongemakkelijk dat daar van die kale plekken zitten tussen je benen. Toen had ik zoiets van, oké, ik klik gewoon op de link die ik destijds ook in mijn video's heb geplaatst. En dan word ik automatisch gewoon naar de site doorverwezen. En die was er dus niet meer. Dus ik baalde, want toen dacht ik, oh, ik zat zo te twijfelen destijds om er nog eentje te bestellen. Niet gedaan. En toen zag ik wel vergelijkbare items. Nou, het model op de site was anders dan de link die ik destijds had geplaatst. Maar als ik dit zo zie, is dit volgens mij gewoon dezelfde nepleren legging die ik ook heb. En ja, dit is gewoon een toppertje. Ik had er dus nog eentje nodig, gewoon omdat ik dit dadelijk heel veel wil gaan dragen in het najaar. Met zo'n lekkere grote trui erop. En wat ik al zei, dan heb ik nu ook gewoon weer een nette die gewoon niet helemaal kapot is. De binnenkant hiervan is super zacht. Ik had hem destijds ook in een XL en deze zijn maar €17,99. Hij is mega high-waisted. Het is ook lekker stretchy. En hij zit ook gewoon heel mooi aangesloten op het lichaam. Dus ik ben echt super blij als deze gaat passen. En als dit gewoon hetzelfde modelletje gaat zijn als die ik heb. Maar voor het eerste oog denk ik dat dat wel het geval gaat zijn. Dus ja, ik denk dat ik dat ook eventjes ga combineren met een van de truien die ik natuurlijk hier naast me heb liggen. En als deze dus echt past en er komt weer zo'n kortingsweekend, dan denk ik dat ik er gewoon nog eentje ga bestellen. Want wat ik al zei, ik ga hierin leven de komende tijd. Ik heb even deze trui aangetrokken voor die laklegging. En ja hoor, het is gewoon hetzelfde modelletje. Hij zit gewoon wederom super chill. Ik vind hem wel iets losser zitten dan de legging die ik dus al had. Maar dat heeft voornamelijk hier. Ja, ik heb dat heel erg dat dat heel snel bij mijn knieën los zit. Maar ja, aan de andere kant vind ik dat ook niet zo heel erg. Want ik vind het wel fijn dat je gewoon fatsoenlijk kan bewegen in deze broekjes. En ik vind het ook niet heel storend. Ik weet niet of jullie dat storend vinden, maar ik weet dat hij iets losser daar zit. Maar nee, hij zit wel weer mooi aangesloten bij de enkels. Die band zit gewoon super lekker hierboven. Tekent ook totaal niet zoals je ziet. Ja, echt heel blij mee. Dus deze ga ik in ieder geval nog in een paar extra bestellen. Want ik weet nu al, ik ga gewoon leven in deze broekjes. En nu ik hem zo aan heb, ook met deze trui, vind ik dit toch ook wel weer echt een vibeje of zo, hoor. Ja, ik voel dit wel. Ik vind sowieso dat knitted spul op dat, hoe zeg je dat, op dat gekoten heel erg leuk. Dus ja, die broek, helemaal top. Ik kan hem je echt aanraden. Ik heb dan een XL. Heel blij mee. En volgens mij zijn we nou bij het 10e item beland. Als ik dit zo eventjes snel nareken. Of had ik 8 items besteld? Ik weet het niet eens meer. Ik had in ieder geval een hoop items besteld. Laatste wat ik uit de zak haal is dit truitje. Wederom ook weer een beetje een neutrale kleur. En deze is wat aangesloten zoals je kan zien. Maar wat ik dus hier ook zo leuk aan vond is ten eerste de... Ja, het gebreide vond ik heel leuk. En ik vond ook die mouwen heel erg leuk. Dat komt echt weer helemaal terug. Een paar jaar geleden was dat ook helemaal zo'n vibe met van die lekkere grote mouwen. Ik had toen ook allemaal blazers met van die grote mouwen en topjes. En op een gegeven moment ging dat er helemaal uit.
Toen heb ik ook een hele hoop weggedaan. En nu denk ik van, had ik gewoon niet moeten doen. Want ja, 9 van de 10 keer komen die trends toch allemaal wel weer terug. Vroeger droeg ik ook van die cargo pants of van die broeken met van die zakken aan de zijkant. En die heb ik toen allemaal destijds weggedaan. En 3 keer raden. Nou komt mijn dochter ermee thuis. Dat ik echt zoiets had van, oké, ik had hem best kunnen bewaren. Misschien voor haar. Maar anyways, leuke poefie mouw moet ik zeggen. En dan loopt hij ook weer wat wijder uit. En dan aan de onderzijde zit hij weer wat strakker. Ik heb deze ook in een maatje XXL. En dit is ook het duurste item van heel de shoplog. En dit is €39,99. En ik denk dat ik dit had bedacht om in een rokje te dragen. Want als ik dit zo zie dat dat best wel strak valt, geloof ik niet dat ik dit zo zou dragen. Of misschien op zo'n high-waisted broek of zo. Maar ook een heel leuk topje. Weet ik niet of dat ze die in meerdere kleuren hadden. Maar er is een reden waarschijnlijk geweest dat ik voor deze kleur ben gegaan. Dus ook ga ik hem even aanpassen. Fijn materiaal ook. En wederom, hier zit ook geen wol in. Even een kleine side note. Ik zal nooit deze trui zo op een legging dragen. Maar dit zou ik dan in een rokje dragen. Of met een high-waisted broek. Maar dat gezegd hebbende, ik vind deze echt prachtig. Ik vind de kleur mooi. Ik vind het structuurtje op de trui mooi. Ik vind die mouwen echt heel erg gaaf. En ik had net natuurlijk die zebra print trui aan. En hier zie je het. Kijk, hier stopt gewoon, of hier begint gewoon mijn schouder. En hier maakt het, ja, het maakt je wel wat breder. Maar niet meteen zo lomp als met die andere trui. Dit is gewoon een stuk korter. Waardoor ik dit gewoon wel een leuke poefie mouw vind. Ik vind ook weer de onderkant leuk. Zodat die wat smaller is. Waardoor die echt zo'n lekkere poefie effect geeft. Ja, de maat is gewoon prima. Hij zit ontzettend lekker. Hij is ook helemaal niet zo extreem dik. Hij is wel wat zwaarder. Maar eigenlijk gewoon een prima truitje wat je nu kan dragen. Ook als het dadelijk weer wat kouder wordt, kun je aantrekken. Ik vind hem heel erg leuk. Oh, ik denk dat we toch best wel goed deze shoplog eindigen. Ik heb wel eens een paar van die miskopen gehad bij de stal. Maar ja, deze vind ik ook heel erg leuk. Benieuwd wat jullie hiervan vinden. En dan hebben jullie zojuist alle aanbeelden al gezien van deze shoplog. Ik ben echt mega verrast. En dat heeft vooral te maken omdat de producten die ik nu heb laten zien allemaal wat groter vallen. Wat ik al zei de vorige keer, was het gewoon een beetje een fiasco dat de fit niet helemaal je van het was. Ik ben natuurlijk wat voller en dat is helemaal niet erg. Maar je gaat dan ook aan jezelf twijfelen van, pas ik een XXL op het moment niet meer? Maar nee, ik kreeg toen heel veel reacties van, ik vind zelf ter stal ook klein vallen. Ik vind de fit niet 9 van de 10 keer mooi zitten. Dus ik had zoiets, het ligt dus niet alleen aan mij. Maar over deze bestelling ben ik in ieder geval wel heel erg enthousiast. Ik ga even kijken, wat ga ik houden, wat ga ik retourneren. Uiteraard ben ik altijd heel erg benieuwd wat jullie de leukste items van deze shoplog vonden. En ja, vraag ik daarvoor een reactie in. Vraag ik voor om een reactie. Goeie uitleg dit. Alles zoveel mogelijk. Link in de beschrijving mocht je geïnteresseerd zijn in een van deze items. Ik ben in ieder geval goed geslaagd, moet ik zeggen. En ik kan niet wachten om dingetjes die ik ga houden ook te gaan dragen. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan eventjes die duimpjes omhoog. Abonneer je nog eventjes gratis en vrijblijvend op mijn YouTube kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan, wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En graag de volgende week weer. Doei!